In deze editie van de Samakadaka-serie praten we met de voorzitter van Stichting 19 september 1762, Rinaldo Huur. Hij geeft aan dat de Samaka-stam geen vrede heeft getekend, maar dat ze vrede hebben afgedwongen. Hij legt uit dat de koloniale overheid tot 3 maal toe geprobeerd heeft vrede te sluiten met de Samaka. Dit lukte echter niet, omdat de Samaka-stam niet alleen strijd voerde om vrede te hebben, maar om gerespecteerd te worden. Volgens Huur zal de Samaka-gemeenschap zich beraden en bundelen om niet alleen de ontwikkeling te bepalen, maar om een respectabele gemeenschap te blijven. Het is een harde strijd dat ze hebben bewerkstelligd tegenover de koloniale overheersers. Het feit van dat ze een traktaat hebben getekend, is te danken aan strijdvaardigheid, betrouwbaarheid, zelfrespect en zelfverzekerdheid. Want anders zou je dat niet bereiken. De Samaka-gemeenschap is een respectabele gemeenschap. En dat hebben wij vanaf het begin van onze ouders gehad. Respect is hoog in het vaandel. Ja, dat heb ik ook gehad. Hedendaags zie je heel anders. Met de technologie en zo wordt alles in de war gegooid. Maar men zegt ook van, als je geen ontwikkeling hebt, kan je nergens gaan. Maar datgene wat jij als Samaka moet vasthouden, moet je vasthouden. En die dingen die jou tot Samaka zou kunnen maken, moet je ook vasthouden. En dat is een van ze respect. Respect voor je medemens, respect voor je ouders, respect voor iedereen. En dat maakt jou Samaka zijn. Huur erkent dat jeugdigen binnen de samenleving tegenwoordig niet meer respectvol zijn. De stichting zal volgens hem een bijdrage leveren om de jeugdigen te tonen dat het zo niet verder kan. Het is voor hem belangrijk dat ze teruggaan naar de basiswaarden en normen van de Samaka-stam. Ondanks deze uitdagingen geeft de voorzitter aan dat de Samaka-stam over het algemeen vorderingen boekt. Vordering in die zin van dat de ontwikkeling, als je vergelijking zou moeten maken, heden en voordien, dan zou je zeggen van, er is toch wel een groei in de ontwikkeling van Samaka-gemeenschap. Het is niet wat het wezen moet. En de bewustwording komt zo zoetjes aan. Er moeten meer organisaties zijn die zich daarop focussen, op de ontwikkeling van de Samaka-gemeenschap. De ontwikkeling die wij eigenlijk ontberen in het binnenland speelt ook een rol. Ja? Optimale onderwijs is zo gebrekkig in het binnenland. Huur roept de regering op meer te investeren in de Samaka-gemeenschappen. Tegelijkertijd roept hij de jongeren van deze stam ook op zich verder te ontwikkelen en hun plaats in te nemen in de Surinaamse maatschappij. De Swami Kumunjami Usamakaliyo in het totaal binnenland Aida Kautirim Tarupun op. Bij een ontwikkeling, afisi. Bij een suku, ufa wonsa ontwikkelen unusei. Want te ontwikkel, jata ontwikkel, dan was hem. Jata ontwikkel, fise. Ungo volg les, ungo volg trainingen, ungo vakscholen, funsa, finwa mo beter, libi, adisana. Unsifa adisana, then no no, sembe aun happy. Mien si hopu mawda sembe aun happy. You say no sa happy say. Di konde di. No. Adi daka aki, 4 avond 260 ki an samaka daka.
mitaka hibu skonde wo mimi kumujemi funanku asa makaliyo ta bede hopo bede bungi kwa wan fusa tedi ontwikkeling fusa hepi de ganse me fu fusa hepi de mifu de okwa baka fusa ontwikkel sa makaliyo.